Iedereen krijgt wel eens te maken met caries. In de ergere gevallen moet er een wortelkanaalbehandeling aan te pas komen om de tand of kies te redden. Voor niemand een pretje. Bij een grote caviteit, een groot gat in de kies, dan werd dat normaal gevuld met witte vulling. Witte vulling is een prima materiaal, maar bij hele diepe vullingen kon je toch hebben dat de zenuw daar niet goed op reageerde. Dat eindigde meestal in een wortelkanaalbehandeling, wat een toch wel vervelende, lange, kostbare behandeling is. En voor de patiënt eindigt dat dan meestal nog met een kroon. Hoe moet je dit dan voorkomen? We kunnen een wortelkanaalbehandeling voorkomen met een speciaal product, biodentine, en als dentinevervanger te gebruiken en een brug te creëren waar weliswaar nog een vulling overheen moet, maar waar we toch in staat zijn om deze tand helemaal vitaal te houden. Nadat ze foto's hadden gemaakt, bleek onder de vullingen gaatjes te zitten. De tandarts die gaf als advies eigenlijk dat we beter de vullingen kunnen verwijderen. Ik ging gewoon op het vertrouwen van de tandarts af om dat nieuwe product te gebruiken. Het product zorgt ervoor dat de zenuw vitaal blijft in tegenstelling tot de massieve kunststarsvullingen, composietvullingen. We waren in het begin vrij sceptisch tegenover dit product. Er zijn in het verleden best wel wat producten op de markt gekomen. Daarom ben ik dat vrij gedocumenteerd gaan volgen en heb ik een beginsituatie foto's van gemaakt. De indicaties genoteerd. Ten slotte zien we een half jaar later of een jaar later de patiënt op controle terug. Hebben we terug foto's gemaakt en alles ziet er picobello uit. Biodentine geplaatst. Ja. Hoe gaat het? Prima, geen enkel last van gehad. Ik ben blij dat ik dit advies gekregen heb, omdat het toch voorkomt in de toekomst een wortelkanaalbehandeling nodig was. Ja, oké, tot ziens. Weer een tevreden patiënt.